Kaster Greef, alias Prins Tita 42, is Prins Carnaval in Graven. Hij vervult zijn taak met trots, maar ook met een dubbel gevoel. Want vorig jaar is zijn vader Harry, die 42 jaar geleden ook prins was, tijdens het carnaval overleden. Dit was op de avond dat Harry onthuld werd als prins carnaval 1982. Met z'n drieën gedaan. Zijn allerbeste kameraad van toen, die was zijn adjudant. En ik werd gevraagd als dansmarietje. Maar ik kende Harry helemaal niet. Maar ja, dat heeft goed uitgepakt. We hebben een superleuk jaar gehad met ons drieën. Nee, ik heb Harry door de carnaval leren kennen. En het jaar, anderhalf jaar na de hand of zo, hebben we samen verkering gekregen. Ja. Dat heeft 40 jaar geduurd. En precies met carnaval, 40 jaar later, toen stierf hij. Ja. Dat was jammer. Hij is prins geweest. Toen is hij naar de hand nog een aantal jaren, ik weet niet meer hoe lang, vorst geweest van de Raad van Elf. En daarna is hij echt zich met de muziek bezig gaan houden en zich daar helemaal voor ingezet. Ja, maar ik ook. Ik ben al 43 jaar lid van de harmonie. En ik heb 3 zwangerschappen gehad. En alle 3 de kinderen die zijn mee in mijn buik naar de repetities en uitvoeringen en zo geweest. Maar Cas is eigenlijk degene die in de muziek echt wel door is gegaan. En dat komt ook wel omdat Cas was echt een papa's kindje. Die alles wat papa deed, dat vereerde die en dat vond hij prachtig. De blaaskapel waarin Cas speelt, repeteert wekelijks in de showroom van het bedrijf dat zijn vader 47 jaar geleden begon. Mijn vader is in 1977 begonnen hier met het caravanbedrijf. Het is zijn levenswerk. Hij is er dag en nacht mee bezig geweest. In 2010 ben ik hier begonnen als stagiaire. En in 2020 heb ik het bedrijf compleet overgenomen. Harry als prins, die kon muziek later toch niet maken. Dus als hij de kans kreeg, dan greep hij in een toeter. Doet Cas nou trouwens ook. Mijn leermeester. En buiten werktijd dan konden we ook samen heel goed een biertje drinken. Dus eigenlijk toch ook wel mijn beste kameraad. We hadden met vrienden afgesproken in onze stamcafé. Daar heb ik toen nog een foto van Harry gemaakt. De laatste foto van eigenlijk de Harry met zijn kieletje aan en zijn mutsje op. Toen zouden we naar huis gaan, want de kroeg die ging om 22:00 dicht. En toen zeiden vrienden van ons van God, Cas die moet muziek maken in de feesttent onderaan de Loswal. Zullen we even naar Cas naar de muziek gaan luisteren? Toen zei ik nog, ik zeg nee, ben ik gek, we hebben zat gehad. We gaan mooi naar huis, morgen weer een nieuwe dag. Ach, zeg Harry, laat maar even naar onze Cas gaan kijken. Dat vindt hij wel leuk. Hij is daar de tent binnengekomen op het moment dat wij begonnen met muziek maken. En daar zag je toch wel dat hij zichtbaar aan het genieten was van de muziek. Je gaat heel enthousiast gaan zwaaien en dansen. En mensen die zeiden eigenlijk allemaal van, nou is er maar Harry aan de hand, die hebben we nog nooit zo gezien. Nou, het nummer was afgelopen en Harry draait zijn eigen om. Hij wil naar onze hangtafel lopen waar onze vrienden stonden en hij zak ze op de grond neer. Op het moment dat we meekregen dat hij op de grond lag, is er ook gestopt met het muziek maken. De Raad van Elf die heeft eigenlijk een soort haag eromheen gemaakt dat niet iedereen kon zien. Er stonden meteen mensen in de rij om te reanimeren en zo. Nou, de ambulance was er ook binnen no time. De muziek was weg en iedereen stond eigenlijk verbouwereerd te kijken wat er allemaal gebeurde. Iedereen kent Harry in Graven. Iedereen kent ons, mij. Verslagenheid van wat gebeurt hier nou? Dus het was meteen doodstil.
Je hebt toch de hele avond carnaval gevierd, je hebt een biertje gedronken. En dan is het shit, wat gebeurt er? Het is onbegrijpelijk, gewoon niet te vatten. De dames van de boerenkapel die kwamen nog vragen van... Godverdomme Kitty, kunnen we nog iets voor je doen? Ik zeg, nou, doe maar het lied van Ik hou van de Graaf spelen. Ik denk, dat zal Harry wel heel mooi gevonden hebben. En dat hebben ze gedaan. Maar zo intens en ja, met voor iedereen met zoveel verdriet en onmacht en ongeloof. Vooral ongeloof van wat gebeurt hier. Ja, je hele wereld staat op dat moment even stil. Mijn vader die was 66 en zou 67 jaar worden. Gisteravond is oud-prins en graaffiguur Harry de Schreef overleden op de Graafsavond. Op uitdrukkelijke wens van Kitty en de kinderen hebben we besloten om de carnaval gewoon door te laten gaan. Zoals Harry dat gewild zou willen hebben. Dan wil ik graag beginnen met een minuut applaus voor Harry de Schreef. Mensen waren toch wel verdrietig, dat heb ik ook echt wel gevoeld. Maar ik vond niet dat ze het carnaval daarvoor moesten laten schieten. Het moest gewoon doorgaan. Dat heb ik ook gezegd. Ik zeg, denk eraan, carnaval gaat door, hè. Doe het in nagedachtenis van jullie pa, van Harry. En dat hebben ze ook gedaan. Maar je zit wel op met een heel dubbel gevoel op dat moment. Ik zat hier aan tafel met de begrafenisondernemer maandags en hier over de dijk. Daar kwam de prinsen, de carnavalswagens en de optocht kwam voorbij. Ja, het is eigenlijk... Ja, wat je meemaakt is eigenlijk niet te beschrijven. Het is een beetje moeilijk, ja. Ja, ik werd gebeld met de vraag of ik de prins wilde worden van Pottersburg. Ik heb daar wel even over na moeten denken. Ik heb eigenlijk daarna wel vrij snel besloten om het te gaan doen. Omdat ik het toch mooi vind om een familietraditie voor te zetten. En dat het eigenlijk wel een hele mooie manier is om mijn vader te kunnen eren. Ja, ook dat was eerst weer emotioneel en huilen. En hoe kan dat, hoe kun je dat nou? En, maar ja... Ja, ik zie het ook echt zo. Nu, Harry is er nu nog helemaal bij iedereen in Graven. Het is allemaal nog zo kort geleden. En als dan je zoon prins is en je doet het ja, als eerbetoon aan je vader, dan vind ik dat toch wel heel mooi. Ja. Maar hij zou apetrots zijn, zeker weten, ja. Ja, die had het fantastisch gewonnen. Ja, zeker weten.